Dag Hans, laten we ons nog eens buigen over het Amerikaanse economische beleid. Dat wordt intussen al Bidenomics genoemd. President Biden en zijn regering zijn eigenlijk vastberaden om de gevolgen van de coronacrisis uit te wissen met massale overheidsinvesteringen. Maar daar staat tegenover dat er ook verhoogde belastingen worden in het vooruitzicht gesteld. En dus is de vraag, ja, wat zal het effect zijn van al die inspanningen? Om te beginnen, Joe Biden mikt heel duidelijk op meer sociale investeringen, meer publieke investeringen. Is dat eigenlijk de juiste keuze voor de VS op dit moment? Dat denk ik wel. Ik ben er eigenlijk vrij zeker van. Dus het is eigenlijk al langer consensus, denk ik, dat het datgene is wat de Amerikaanse economie en samenleving nodig hebben. Dus meer publieke investeringen. Wie kijkt naar die publieke infrastructuur, ja, die is al langer verbaasd over de staat ervan. Ook ongelijkheid is al veel langer een probleem. Onderwijs, primair, secundair onderwijs vragen al veel langer om investeringen. Dus ik denk echt dat daar de juiste accenten worden gelegd. Het gaat ook om grote bedragen. Het gaat om $2.300 miljard voor het American Jobs Plan. Dus dat is het infrastructuurprogramma. Ook innovatie, duurzaam ook. En dan anderzijds het programma van $1.800 miljard, American Family Plan, waar echt de sociale accenten meer komen te liggen. Dus of we het nu echt moeten gaan vergelijken met de New Deal van Roosevelt in de jaren 30, of wel het Great Society Program van Lyndon Johnson in de jaren 60, dat is misschien een beetje, enfin, dat gaan we moeten afwachten, zo simpel is het. Maar in ieder geval, de accenten en de richting zit goed. De overheid investeert massaal, zowel in dat jobsplan als in het familyplan, maar zal dat ook economische effecten garanderen? Het korte antwoord is ja. Dus uit de berekeningen die we maken, ja, blijkt ook een positieve impact. We moeten altijd een beetje voorzichtig zijn met die ramingen. Het gaat tenslotte over de toekomst. Maken we een kleine berekening, dan zien we dat het Amerikaanse infrastructuurprogramma, dat gaat dus over 8 jaar. En daartegenover staan wel hogere belastingen. Hogere vennootschapsbelasting, 21% naar 28%. Ook een hogere minimum vennootschapsbelasting voor Amerikaanse bedrijven die winst maken in het buitenland. Maar dat gebeurt eigenlijk over 15 jaar, dus je krijgt wel een positief effect. Over de volgende 8 jaar denk ik zo'n 0,5% per jaar. Passen we daar nog een klein multiplicator effect op toe. Enfin, een vrij groot multiplicator effect moet ik eigenlijk zeggen. Van boven de 1 tenminste, van 1,5. Ja, dan ga je toch naar een positieve impact van 0,7, 0,8% voor de volgende 8 jaar. Hetzelfde positieve effect ga je hebben, maar in mindere mate. Voor het American Family Plan, waar dan meer wordt ingezet op kinderopvang, kinderbijslag, betaald verlof, ziekteverlof, moederschapsrust. Ook een kleine positieve impact daarvan. Dus uiteindelijk, als je nu zou zeggen dat die Amerikaanse economie in normale tijden met 2,3% zou groeien, ja, betekent dat toch dat we naar een groei gaan voor de volgende 8 jaar die toch hoger zal liggen en dicht bij de 3%. Althans in het basisscenario, want er zullen natuurlijk altijd dingen tussenkomen, pad kruisen, dat is altijd zo natuurlijk. We spreken over massale investeringen. Een aantal zaken daarvan zijn al goedgekeurd door het Amerikaanse congres, maar er moet nog een heel pak beslissingen opnieuw door dat parlement worden goedgekeurd. Zal Joe Biden zijn hele project wel goedgekeurd krijgen in dat parlement? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Een belangrijke vraag, want volgend jaar komen er al tussentijdse verkiezingen aan. Dus het is heel belangrijk voor Biden, voor de Democraten. Nu, het zal niet gebeuren via de normale procedure. Het zal verlopen normaal gezien via het zogenaamde budget reconciliation process. Dat houdt in dat je niet probeert 60 stemmen te halen in de Senaat, maar slechts een gewone meerderheid. En dat eigenlijk zal al moeilijk genoeg blijken, want de Republikeinen zullen op dat vlak niet meespelen. Dus dat er zit wel wat vertraging op. Ja, er zit zeker vertraging op. Hè. Dus het is niet iets wat goedgekeurd zal worden de volgende weken, maanden. Nee, het fiscaal jaar 2022 begint pas in oktober. En dus dan pas zal het eerst ingang vinden. En dan nog zal moeten blijken of het in zijn volledige vorm zou goedgekeurd worden. Dat is nog maar de vraag. Er bestaat enige twijfel over. Het zal ook nog concreter moeten ingevuld worden. Maar we denken uiteindelijk toch dat er iets uit de bus zal komen. Ja. Hans, wat betekenen al deze evoluties nu voor de beleggingsstrategie van de Grof Peterkamp? Het korte antwoord op vlak van aandelen is dat we met betrekking tot Amerika toch overwogen blijven. Overwogen Amerikaanse aandelen. Ja. We hebben net gesproken over die hogere bedrijfsbelastingen. Die kunnen wegen op de resultaten van Amerikaanse bedrijven. Wat is dan de impact op de posities die jullie innemen?
Ja, toch wel een impact. Hè. Dus sowieso is die Amerikaanse aandelenmarkt al vrij duur gewaardeerd, dus zeker niet goedkoop. En daarbinnen moeten we nog het onderscheid maken tussen zogenaamde technologieaandelen, groeiaandelen en anderzijds waardeaandelen. Aandelen die meer gericht zijn op de conjunctuur, op het cyclische verloop van die economie. Die zijn natuurlijk het voorbije decennium toch fors achtergebleven. Het was vooral technologie die eigenlijk alles binnenhaalde. Maar nu toch met de heropleving van die Amerikaanse economie, vrij forse heropleving van die Amerikaanse economie, denken we toch dat die sectorrotatie dan, zoals dat heet, toch nog verder kan gaan. Toch nog meer richting aandelen die meer gelinkt zijn aan de echte economische activiteit in Amerika. Kleinere, middelgrote ondernemingen, energiewaarden bijvoorbeeld, infrastructuur, een aantal bankaandelen die daarvan kunnen profiteren. En wat is dan het perspectief voor de technologieaandelen? Ja, dus die zullen ook meer in het vizier komen of meer impact voelen van die hogere belastingvoeten. Dus een hogere vennootschapsbelasting zal toch meer wegen op Amerikaanse technologiebedrijven. En het zijn ook die bedrijven die vandaag een lagere effectieve belastingvoet hebben. Dus zij gaan er relatief eigenlijk een beetje minder goed bij varen ten voordele eigenlijk van die aandelen die meer geleerd zijn aan de reële economie. Hans Bevers, bedankt voor dit gesprek. Dank u.